Ik denk dat er een paar goede bullen wat ik denk vandaag hier op veiling kom. En ik denk dat er verschillende bullen met verschillende goede eigenschappen. Ons teelbeleid was vandaag eerder geweest om functionele beesten te teel wat jaarlijks voor zichzelf kan zorgen op je veld met minimum inzetten en wat jaarlijks kan kalf. So, hulle moet eerst eens met hulle functioneel wees. En dan wat ook natuurlijk voor ons baie belangrijk is, is dat ons moet 50% bramaan in die koeien kan zien. Dit is my voorreg, ek is nou 1,5 jaar bestuurder bij Vleisendraal Bloemfontein en dit is my ongelooflike voorreg om dan hierdie veiling saam met die skuiwe aan te pak en ons sien uit naar die toekomst, want dit is een van die vlaggenskap veilings in die area en ons stel belang in elke teler wat daar is en ons nooi elke teler om saam met ons veilings te hou en ek dink die hoogtepunt, al die dieren is verkoop 100% ten een baie goeie gemiddeld maal, ook bekostigbaar vir elke commerciële teler wat daar is. Dan die Beefmaster rasse kwaliteite, het ons nou een bykie nagevors en dit bied vir ons wat ons wil hê, maar ook skuif Beefmasters hierso wat op soortgelyke extensieve areas boer as ons, redelijk selle omgeving, selle type veld, selle manier van boerdery en ons soek, ons wil graag beeste selekteer uit die genepool wat goed doen op die selle omgeving, selle omstandighede as ons boerdery. Ek het 'n redelike prijs betaal, maar ek is gelukkig vir die bil wat ek gekoop het. Dus ek denk dat hy stekende bil gekoop en so ook die bille wat my pa gekoop het is besonderse bille, so ons is opgewonde. En van die begin af, ons wil in goeie genetica wil ons belê. Ons het oorspronkelijk, ons kudde het ons met bille van Wilhelmus begin en wat vir ons een baie goeie genetica of genetische lijn geskep het. En ons wil definitief voortbou daarop, vir as jy kan kyk na die potensiaal op die bille wat vandag hier was. Vandag enig het Vleisentraal op ons genader oor ons veiling en ons was vandag enig was ons rarig beindruk met hulle bereidwilligheid om die extra mijl vir ons te stap. So, en dit was van daar af dwarsdeur tot by die veiling en na die veiling ook. So, ek moet sê, ons het baie lekker saamgewerk en ek sien baie uit na die toekomst wat voorlee om die pad saam met Vleisentraal te stap.